Ik had een onderwerp in mijn hart over waar ik het vanavond over wilde hebben. Het houdt me ontzettend bezig op dit moment. En ook door een mailtje van iemand die ik kreeg, ben ik er nog weer extra bij bepaald. En het is dat, waar voelen we ons thuis eigenlijk? Je thuis voelen ergens. Als het goed is, hebben we verschillende plekken waar we ons thuis voelen. Als je het in het algemeen zou zeggen, dan voel ik me thuis in mijn gezin en in mijn kerk en op mijn werk. En noem maar op, in je vereniging, op een avond als deze, in je land. En zo zijn er, als het goed is, een aantal plaatsen waar je echt je thuis voelt. En dat betekent, waar je ergens thuis voelt, dat je jezelf kunt zijn. Dat je niet anders hoeft voor te doen dan dat je bent. En dat je gewoon ontspannen je leven kunt leven en kunt delen met degene die daar ook aanwezig zijn. Maar door dat mailtje kwam ik erachter dat het maar heel zelden voorkomt dat we ons op allerlei plekken echt thuis voelen. Want als je ergens niet helemaal thuis voelt, ten eerste voel je dan bedreigd, je voelt je, je bent gespannen, je bent een beetje angstig misschien. En omdat dat is niet zo erg als het een plek is waar je één keer komt, want dan denk je, ik ga weer naar huis en dan kun je het weer achter je laten. Maar als dat die plek ergens is waar je dagelijks moet zijn, het kan in je huwelijk zijn, het kan op je werk wezen, het kan op school zijn, als je jong bent. En in de kerk waar je normaal naartoe gaat. En als je daar niet thuis voelt, dan ga je toch aanpassen. Dan ga je je anders voordoen dan dat je bent. Je gaat je verdedigingsmechanisme ga je aan het werk zetten. Je gaat muren om je heen bouwen. Je gaat je. Je durft je niet helemaal je hart te laten zien dan, omdat je bang bent voor gekwetst te worden bijvoorbeeld. In ieder geval, dan ben je jezelf niet meer. En zo kan het zijn dat je maar weinig plaatsen hebt waar je echt thuis voelt, eigenlijk. En sommige mensen die hebben helemaal geen plek waar ze zich thuis voelen. Hè. Je moet maar denken dat je in Afghanistan woont of zo, of in Syrië of een van die plaatsen waar heel verschrikkelijke dingen gebeuren met IS en zo. En sommige mensen voelen zichzelf niet thuis in hun eigen lichaam. Dat is heel verschrikkelijk natuurlijk, hè, als je ergens niet thuis voelt. Je gaat dus jezelf bewijzen of je gaat je aanpassen. Je probeert toch je te handhaven op de plek waar je dan thuis bent of waar je aanwezig moet zijn. En dan is het heel makkelijk om ter compensatie om dan toch een plek zelf te creëren waar je je thuis voelt. En dat kan zijn achter je computer, met je gamen of met je. Dat kan op allerlei manieren zijn. Hè? Dat je Facebook en sociale media, daar kun je lekker bezig zijn. Hè? Maar. Het kan ook zijn dat je dus een schijnwereld dus op die manier creëert. Dus dat je uit de werkelijkheid vlucht in een schijnwereld. Hè. Dus dat is die virtuele wereld, hè, die er niet echt is, maar die je een soort van second life zou kunnen zeggen. Hè. Dat is een bepaald spel op computerterrein. Er zijn mensen die hebben een hele andere identiteit wanneer ze dus daarmee bezig zijn. Ik ken een gezin, er zijn twee volwassen dochters die getrouwd zijn en een bedrijf hebben thuis. Die zitten helemaal in Second Life. Ik weet niet of het nu nog zo is hoor, dat was een aantal jaren geleden. He, maar die leven niet meer in de gewone wereld, hoofdzakelijk, maar die leven helemaal in zo'n schijnwereld. Kost ook een hoop geld vaak. He, vooral als dat dan die schijnwereld nog met drugs te maken heeft of met alcohol. Of met pornoverslaving. He, dat is een wereld waar je dan in vlucht. En daar zit je dan buiten je gewone werk en gewone situatie, ontvlucht je dat.
En dan, ja, dan voel je je thuis in die schijnwereld. En dat gaat ten koste van al het andere. Het gaat zelfs ten koste van je gezondheid. Als het een verslaving aan drugs of alcohol is. Of, en allerlei andere drugs. Hè. Maar het, als het pornoverslaving is, dan gaat het ten koste van je hele. Ja, van alles zou je kunnen zeggen. Dan gaat alles stuk. Het zijn dingen die je niet meer kunt ontlopen. En dat is, nou, dat is een onderwerp apart natuurlijk, omdat als er één verslaving is wat om zich heen grijpt, vooral bij mannen, dan is het wel pornoverslaving. Dat is een onderwerp apart. Maar snap je, dat is, ja, dan ontvlucht je de werkelijkheid en dan zoek je je identiteit eigenlijk in een schijnwereld. En iedere keer komt er weer een eind aan, want het is allemaal tijdelijk natuurlijk. En dan kom je weer met twee benen op de grond en van het een komt dan weer het ander. Dan heb je weer sterkere middelen nodig of je hebt weer meer nodig van datgene om je daarin thuis te kunnen voelen. En dus dat is een vicieuze cirkel wat steeds erger wordt. En op een gegeven moment dan is je leven echt helemaal ondeugelijk. Dan functioneer je ook niet meer. Nou, dat is zo'n beetje de ervaring van heel velen van ons. En de ellende is, en dat kwam door dat mailtje. En die vertelde dat christenen, degene die ze kenden, dat er zoveel zijn met een identiteitsprobleem. Dus dat ze niet meer zichzelf kunnen zijn ergens. Dat ze ook altijd een rol spelen of zo. Of in ieder geval dat ze niet weten wie ze zijn. Het zelfbeeld, dat is helemaal kapot. Door allerlei oorzaken. Van christenen zelfs. Dan denk je, hoe is dat mogelijk, hè? Want wat is nou een christen? Ja, er wordt gezegd dat als je de Heer Jezus aanneemt, dan krijg je een andere identiteit. En dan krijg je een identiteit in Christus. En dat is een geweldige identiteit. Want als je dan in Christus bent, volgens die leer dan. Dan ziet God niet jou, maar dan ziet hij een volmaakt mens. Dan ziet hij dat je vergeving hebt gekregen, je bent gerechtvaardigd en je bent heilig en je bent volmaakt in de ogen van God dan. Hè? En dat is dan, daar vluchten ze dan ook weer in. Dat is ook, maar uiteindelijk is het ook een soort van virtuele wereld. Hè, want niemand ziet er wat van. Alleen God dus. En de ellende is dat in het gewone leven heb je er ook niet zoveel aan. Want je hebt alles in Christus. Maar hier heb je eigenlijk in wezen, praktisch gezien, heb je niks. Hè, je hebt heel je kapitaal op de bank staan, maar in je portemonnee heb je niks. Dat beleef je dan ook. En sommigen kunnen er aardig mee uit de voeten, omdat ze hier nog ook wel zich aardig kunnen bewegen in de kringen waar ze zijn. Dus dan is het een soort van extraatje, om zo te zeggen. Dus nou, gelukkig, hè, als ik bid, dan ziet God niet mij, maar dan ziet hij Jezus. Maar de ellende is, als je dan echt in moeilijkheden komt, en je komt echt in een situatie waar je echt toch een geborgenheid hebt die veel reëler is dan zo'n virtuele geborgenheid. Ja, dan kom je plotseling tot het besef van jongens, dit is ook een virtuele werkelijkheid. Ook een schijnwereld waar ik me in bevind. En daarom zijn er zoveel christenen die zoeken naar die identiteit. En nou, ik begrijp het nog niet helemaal, ik geloof het nog niet helemaal of er ontbreekt me nog iets. Hè, maar ook die identiteit die bevredigt niet echt. En daar wil ik het vanavond dus over hebben, omdat er is een identiteit in Christus, het in God zijn, de plek die je, als je echt geborgen bent in God zelf, maar dan echt reëel, dat is de oplossing voor alles. Omdat als je dat hebt gevonden, dan, en je beweegt je hierin, in deze, dus echt in God geborgen, dus heel wezenlijk. Nou ja, het is een raar kereltje met een waterhoofd, maar goed. Hè, maar dat is een identiteit die je overal met je meeneemt, namelijk. En dan, en dan wil ik het over hebben van hoe dat in elkaar zit. Dat is een werkelijkheid die je echt praktisch kunt beleven. Ik zal je vertellen hoe dat zit met een voorbeeldje. We hebben iemand ontmoet, een mevrouw, en die had maar één arm. We gingen wel eens naar een samenkomst toe waar die mevrouw was. En we zaten wel eens naast haar. Bij de Kwekers was dat, een religieus genootschap. Daar gingen we wel eens naartoe. Eén keer in de maand
bezochten we de samenkomsten daarvan. In Amsterdam was dat. En daar was die mevrouw. Het is een vrijzinnige club in het algemeen. Maar er zijn dingen die je ook weer van hen kunt leren. Het zijn samenkomsten waar geen predikers zijn en zo. Je komt binnen, je komt op je tenen kom je binnen, om zo te zeggen. En dan zit je allemaal in een kring. En dan is het niet zo dat je moet luisteren naar mensen. Maar dan is de bedoeling dat je dan gaat zitten en dat je dan in stilte je opent voor het innerlijke licht. Het licht van God. Nou, het is maar net hoe je dat invult natuurlijk. Maar ik vond het heerlijk dat ik eens niet naar een preek hoefde te luisteren. Maar dat ik een heel uur lang gewoon in Gods tegenwoordigheid kon zijn. Dat kon daar. Dat was eigenlijk de bedoeling van die samenkomsten. Maar goed, dat waren dus die samenkomsten waar we wel eens naartoe gingen. En daar was die mevrouw met die ene arm. De rechterarm was eraf. En op een gegeven moment leerden ze ons een beetje kennen. En toen zei ze tegen ons, ik wil jullie mijn verhaal wel eens vertellen. Ik denk dat jullie me begrijpen. We kregen de indruk dat ze dat verhaal tegen niemand nog had verteld daar in dat gezelschap. Want ze had het idee dat ze haar niet zouden begrijpen. Maar ze zei, jullie begrijpen me wel. Je moet een keer langskomen. Nou, toen zijn Jammie en ik, en ook met de kinderen, die zijn toen meegeweest naar haar. Ze woonde op een grachtenhuis in Amsterdam. En geen vetpot, het was allemaal eenvoudig. En de jongens die gingen Amsterdam in, die gingen naar, het was een of andere markt geloof ik, hè, toen, ik weet niet precies wat er was. In ieder geval, wij zaten met haar dan en toen vertelde ze haar verhaal. En toen vertelde ze dat ze net voor de oorlog getrouwd was met een Oostenrijker. En toen brak de oorlog uit, maar hij was dus geen Nederlander. Hij was nog niet genaturaliseerd, heet dat, of geneutraliseerd, hoe heet dat nou? In ieder geval, hij was nog geen Nederlander. En hij was dus Rijksduitser, hè? Dus hij moest in dienst. En hij kon er niet onderuit. Dus hij vertrok, net nadat ze eigenlijk getrouwd waren. En ze vertelde, ik was toen in verwachting geraakt ook. Mijn man ging naar het front. Ik heb hem, al die oorlogsjaren heb ik hem niet meer gezien. Hij heeft vreselijke dingen meegemaakt. Maar goed, ze zegt, ik bleef achter natuurlijk. En het kind werd geboren. En toen kwam de hongerwinter in Amsterdam. En toen ben ik met, en dan zag je al die Amsterdammers, die gingen dan de stad uit om voedsel te zoeken, hè, buiten Amsterdam, bij de boeren die er rondomheen woonden. En zij gingen ook op voedseljacht, om zo te zeggen. Ze had een kinderwagentje bij zich, dochtertje was 4 jaar. En het kinderwagentje had ze bij zich om de spullen in te doen, hè, als ze wat kreeg van de boeren. En ze liepen over een dijk, vertelde ze. En in die tijd werd het luchtruim werd beheerst door de Engelsen, hè. Want de Duitsers die waren natuurlijk die waren aan het verliezen. En de Engelsen die hadden het luchtruim veroverd, om zo te zeggen. En die vlogen met jachtvliegtuigen. Ik weet het nog goed, want ik was toen een jaar of 11. Nou, dat kan je uitrekenen hoe oud ik nu ben. En dan zag je af en toe dat die jachtvliegers die ontdekten dan een schip of een terrein of een auto. En als ze dan de indruk hadden dat de Duitsers waren, dan doken ze met z'n drieën naar beneden en schoten de boel aan fladden. Ik heb dat gezien met een treintje, een bommeltreintje bij ons in Aalsmeer. Die schoot ze helemaal aan fladden. In ieder geval, en wij liepen zo, mijn dochter en ik, op die dijk. En wat er toen gebeurde was heel raar. Toen was een van die Engelse vliegers, die had het in zijn bol zeker. En die zag ons lopen. En die dijk naar beneden. Zegt, en die schiet mijn dochtertje aan fladden en mijn arm eraf. En toen lag ik daar. En voordat ik in coma raakte, toen schoot er een gedachte door me heen van, dit is niet de enige werkelijkheid. En toen raakte ze buiten bewustzijn en ze kwam wakker, werd wakker in het ziekenhuis. Haar arm was eraf gezet en haar dochter die was niks meer van terug te vinden. Hij zegt, toen vanaf die tijd heb ik altijd fantoompijnen gehad, hè, alsof die arm er nog aan zat. En toen moest ik verder. En elke dag als ik wakker werd, dan dacht ik, oh wacht even, dit is niet de enige werkelijkheid. Als hij de ellende op haar af aankwam. Hè. Dus ze beleefde eigenlijk dit. Ik zal even tekenen. Zo. Oh ja, die ene arm was eraf. Hè. Even kijken, de rechterarm. Dus deze arm, die zit er niet aan. Dus, hè. Dit is de andere arm. Zo. En elke dag kwam de situatie op aan. Vooral toen mijn man terugkwam. Toen was het helemaal verschrikkelijk. Want mijn man die wilde niet mijn verhaal niet horen. Hij had verschrikkelijke dingen meegemaakt. En ik kon mijn verhaal dus niet kwijt. En hij wilde ook niets vertellen van wat hij had meegemaakt. We zijn weer opnieuw begonnen. Ja, het is nooit een gelukkig huwelijk geworden. We kregen nog 3 meisjes. En die heb ik dus moeten opvoeden met 1 arm.
Zeg maar, elke dag vloog die hele situatie op me aan. En dan, iedere dag toen, oh wacht even. Dit is niet de enige werkelijkheid. Dit is de werkelijkheid. En zegt, en dat heeft me er doorheen geholpen tot op de dag van vandaag. Dat was ook in haar hart, leefde dat ook. En zo kon ze eigenlijk de situatie aan, elke dag. En toen wij haar ontmoetten, toen was haar man al overleden hoor. En de dochters die waren getrouwd, die waren al oud. Maar dat is mijn verhaal. En dat heeft me zo geweldig getroffen van dat er twee werkelijkheden zijn waarin we leven. We leven in de wereld van de werkelijkheid van de tijdelijke dingen. De dingen die om je heen ziet en die tijdelijk zijn. Maar er is ook nog een andere werkelijkheid die er ver bovenuit gaat. En dat is de werkelijkheid van de eeuwige dingen. De werkelijkheid van de tegenwoordigheid van God. De werkelijkheid van het Koninkrijk der Hemelen. Zegt, en dat moeten we ontdekken. Want dat is een bron waardoor je in de situatie van de tijdelijke dingen, wat die situatie ook is, dan overleef je het, omdat die andere werkelijkheid, die tilt je daar bovenuit. En dat is een geheim wat je moet leren kennen. Nou, het heeft op ons een enorme indruk gemaakt. Gelukkig hadden we er ook enige weet van, hè, van die andere werkelijkheid. Maar dat werd een stuk reëler. Nou, en dat is eigenlijk ook wat ik hier wil zeggen. Dat die wereld van die eeuwige dingen, die andere werkelijkheid, die is er op hetzelfde moment als dat we in de zichtbare werkelijkheid leven. He, dat zijn twee werkelijkheden die beide kunt beleven op hetzelfde moment. En dat is het geheim om in elke situatie te kunnen overleven. En ook je in elke situatie jezelf te kunnen zijn. Omdat als je in God bent, in zijn tegenwoordigheid, hoef je niet anders voor te doen dan je bent. Want God ziet je, die kent je door en door, die ziet alles wat je hebt en wat je kan. Alles ligt open en ontbloot voor hem. Dus je hoeft je nooit anders voor te doen dan je bent. En je weet dat God van je houdt, omdat je de Heer Jezus hebt leren kennen. Er zijn een paar teksten die geweldig waardevol zijn voor ons. Dat is de ene tekst van God zelf heeft je lief. Je kan bidden tot God, je kan direct met God praten, zegt Jezus. Ik hoef niet voor je te bidden, want God zelf heeft je lief. Omdat je gelooft dat ik van God ben uitgegaan. En dat je mij volgt. Dat is, en een andere tekst. Ken je die tekst van in Johannes? In het Johannes Evangelie. Ik moet even een tekst opzoeken. Want anders dan blijft het een beetje in het luchtledige hangen. Dat staat in Johannes 16, dacht ik. Johannes 16. Johannes 16. Vers 23. En te dien dagen, zegt Jezus, net voordat hij zou worden gekruisigd, in een ontmoeting met zijn discipelen, hè, dat hij ze voorbereidt op zijn afscheid, in Johannes 16, vers 23, en te dien dagen zul je mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, als gij de Vader om iets vraagt, iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. Tot nu toe hebt hij niet om iets gebeden in mijn naam, bid en ge zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Ten dien dagen, staat in vers 26, ten dien dagen zul je in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Waarom? Omdat gij mij hebt lief gehad, en geloofd hebt dat ik van God ben uitgegaan. Dat geldt dus allemaal. Ik denk dat we allemaal geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat hij gekomen is en dat hij gestorven is en opgestaan en de verzoening heeft teweeggebracht. Nou, dat is voor God een reden om je lief te hebben. En dat is heel kostbaar, dat je het weet dat God van je houdt omdat je in Jezus gelooft. En een andere tekst die vreselijk belangrijk is, misschien komen we er later nog even op terug, dat is de tekst van, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Dat is ook een geweldig belangrijke tekst om onbevangen met God om te kunnen gaan. Want als we met God praten en we gaan met God om, denk je, oh God, als je dat leest in Jesaja, zo'n visioen van de heerlijkheid waarin God zich bevindt. En dan denk je, ja, wie ben ik dat ik zo met God kan praten?
En dat is natuurlijk ook zo, hè, dat engelen die roepen heilig, heilig, heilig. En nou ja, noem maar op, hè, als je dat zo'n visioen van Jesaja leest, dan kun je niet voorstellen hoe geweldig, indrukwekkend zijn aanwezigheid is. Maar dan staat er van, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. En dan denk je, ik heb bij de EO gewerkt en dan werkte ik in studio's en zo. En heel ingewikkelde dingen soms. En dan kwam ik thuis en ik had twee jongetjes. Hè, die waren toen 4 en 5 jaar, geloof ik. En dan, die jongens die wisten op geen ende na van wat belangrijk werk dat ik deed. Of wat ingewikkeld werk ik deed. Hè, maar dat vond ik helemaal niet erg. Wat ik deed was dat ik op mijn knieën ging lopen. Hè, handen en knieën. En dan mochten ze op mijn rug zitten. Ging paardjes spelen. Hè, je ging communiceren op hun niveau. Hè, je verwachtte niet dat ze op hun tenen gingen lopen om jou te begrijpen. Nee, je vernederde, tussen aanhalingstekens, jezelf tot hun niveau. En dan vond je heerlijk dat je op die manier contact had met je kinderen. En dan haalden ze het kam uit mijn zak en dan gingen ze mijn haar kammen. Dat vonden ze ook prachtig. Ik weet niet waarom, maar goed, dat deden ze. En maar dat vind je als vader, vind je het leuk. Nee, God is een goede vader. En dat zijn dingen die je moet weten. Want anders dan durf je nog niet eens onbevangen met God om te gaan, maar dat zijn twee teksten die heel belangrijk zijn om te weten. Nou, nu even een vraag van, hoe leer je nou God kennen op deze manier? Hè? Hoe kom je nou in deze situatie? En dat is eigenlijk de vraag van diegene die mij mailde erover, van ja, christenen, die heel veel christenen ook van mijn leeftijd, die kennen dat niet. Hè, die hebben een idee van, in Christus heb ik alles. Maar ja, in wezen heb ik, in praktische zin heb ik niks. Een soort van virtuele werkelijkheid. En daar heb je eigenlijk, vooral niet als het echt op aankomt, heb je niks aan. Maar die echte tegenwoordigheid van God, van die mevrouw, met die ene arm, dat is een hele andere koek. Dat beleefde ze gewoon, zijn tegenwoordigheid. En dat gaf haar de kracht om goed om te gaan met haar man en haar kinderen goed op te voeden met die ene arm. En de armoede te lijf te gaan en om alle problemen, om er bovenuit getild te worden. Nou, hoe kom je nou in zo'n situatie terecht? En daar wil ik het vanavond over hebben. En ik hoop echt dat we daar zo naar op zoek gaan tot we dat hebben. Dat we die plek hebben gevonden. Misschien kunnen we even, als je je Bijbel hebt, moet je even opzoeken. Handelingen 17. Handelingen 17. Handelingen 17. En daar staat een toespraak van Paulus in Griekenland. En daar sprak hij tot allemaal filosofen en hele geleerde mensen daar. He, allemaal tot over hun oren in het occultisme en de afgoderij. En daar heeft hij een toespraak gehouden. En dan zegt hij in vers 26, even kijken hoor. En heeft hij al die tempels gezien, he, van die afgoden en zo. En dan zegt hij in vers 24, de God die de wereld gemaakt heeft en al wat erin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. En hij laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had. Daar hij zelf aan allen leven en adem geeft. En alles geeft. He, dus wij zijn ontvangers. Hè? We zijn allemaal geschapen met begeerten. En dat is heel normaal, want het enige wat we kunnen is ontvangen vanaf je geboorte tot op dit moment. Je moet het allemaal hebben van wat je aangereikt krijgt. En God is de bron van alle goed. Dus alles wat je ook aan tijdelijke dingen ontvangt, komt allemaal van God. Maar ook je leven, je levend zijn. Dus je elke hartslag en elke ademtocht, die wordt je door God gegeven. Dat besef, dat is heel nodig om daar goed bij stil te staan. En dan staat er, omdat hij zelf aan alle leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het hele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald. En dan komt het, hè, vers 27, opdat zij God zouden zoeken. Dat zei het dus tegen die occulte en afgoden dienaars en zo, al die heidense mensen, opdat zij God zouden zoeken, of zij hem al tastende vinden mochten. En dan komt het, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons.
En hij sloot ze allemaal daarbij in. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. He, dus hier is God aanwezig. En in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. En het is zijn bedoeling dat de wereld die bestaat, nog steeds is zijn bedoeling dat we God zouden zoeken. Of we hem al tastende vinden mochten. Nou, dat is het. Hè? Dus, jongens, het enige mogelijkheid om hier terecht te komen, dat is dat we gaan zoeken. Dat we God gaan zoeken. En hij wil niets liever dan dat we hem vinden. En dan kom je vanzelf dus op wat we al over hebben gehad. Hè, dat Jezus alle barrières heeft weggenomen tussen, die tussen hem en ons instonden. Hè, dus juist zo. He, dus hier zijn wij zo, allemaal mensen, zo klein en groot. Nou, je kan er nog veel meer tekenen, maar goed, het zijn er een paar. He, en dus volgens Paulus bewegen we ons, leven wij en zijn we in hem. He, dus dit is eigenlijk de realiteit. He, hij geeft ons adem en alles. We hebben alles aan hem te danken. Alleen, we hebben ons ervoor afgesloten. We zijn blind. En we zijn, ja, we hebben allerlei dingen in ons leven waar we God niet bij kunnen gebruiken. He, er zit een zondeprobleem in de weg hier. Waardoor we dit niet beseffen. Maar ondanks die barrière is God toch binnen bereik. En het is de bedoeling dat we dus al tastende hem zouden vinden. En wat God betreft heeft hij alles uit de weg geruimd om dat ook mogelijk te maken. De enige voorwaarde is nu dus dat we gaan zoeken. Nou, we zoeken van alles. Hè. Ik zei net, hè, we zijn ontvangers, hè. We zijn geschapen als ontvangers. Dus we moeten alles hebben van wat ons aangereikt krijgt. En daarom zijn we allemaal zoekers. We zijn allemaal, stuk voor stuk, zijn we dingen aan het zoeken. Maar het is maar net wat we zoeken. He, allemaal tijdelijke dingen. He, goede dingen, slechte dingen soms, he, hebben we ook al gezien. He, maar het gaat erom dat we dat zoeken ook richten, vooral richten op de onzichtbare dingen, op de eeuwige dingen, die reëler zijn dan de zichtbare dingen. Zodat we die gaan ontdekken en dat we die gaan ook lijfelijk gaan ervaren, dat we echt daar deel aan krijgen. He, dus iedereen die daarvoor open staat. He, die krijgt een direct contact met God. En niet alleen dat je in God komt, maar dat je ook nog dat je open mag staan en dat je mag drinken van het levende water, van het eeuwige leven, dat je dat gaat ontvangen. En dat je van daaruit dus alles wat er uit de wereld aan negatieve dingen op je afkomt, angsten en doelloosheid en nou, noem maar op, he, dat je daar dus een bron wordt van levend water, dat je dat leven kunt verspreiden in je omgeving. He, ik weet niet, ik denk, kan je het ook even op een andere manier tekenen. Hier heb ik al tig keer getekend en ik denk dat degenen die wel eens op mijn website hebben gekeken, die hebben dit voorbeeld al tig keer gezien waarschijnlijk. Dit is een aquarium, zo, en met modderwater, er zit allemaal modderwater in, en er staat een kopje op de bodem. En de vraag is dus, ja, dat kopje loopt ook vol met modder, kan niet anders. He, maar hoe kan, en dat is de vraag, van hoe kan zo'n kopje nou zo'n bak met modder schoon worden en schoon blijven? Zonder het uit die bak te halen, want dat is ons probleem. Dat we dus in een wereld leven van de tijdelijke dingen waar zich van alles op je afkomt en waar je mee vol loopt ook met de dingen die om je heen zijn. En hoe kun je nou in die situatie schoon worden en schoon blijven? En dat is dat. Hier is een kraan, dat had ik niet getekend, hè, maar dit is een kraan en een slangetje zo, hopzee. En dan als die kraan open staat, zo, en die staat open, en je staat ervoor open, dan komt dat schone water en dat spoelt al dit smerige water weg. En als die kraan open blijft staan en je staat ervoor open, hè, dan krijgt het ook invloed op de omgeving. Dus in plaats van dat die omgeving bepaalt waar jij vol van bent, ga jij bepalen waar je omgeving vol van wordt.
Nou, dat is het geheim, hè, dat we op die manier leren leven met God. Dat we zo openstaan voor wat Hij te geven heeft. Hè, zodat we, dat we uit, ja, uit die bron, een onuitputtelijke bron, dat we daar alles uit ontvangen wat we nodig hebben aan liefde, aan aandacht, aan geduld, en, nou, noem maar op, al die dingen die je zo hard nodig hebt in je omgeving. Hè, en dat werkt perfect. Nou, is het tot zover duidelijk eigenlijk? Je zit al te gapen. Je zit een beetje. We laten bed gegaan zeker. Ik zei het een keer in de samenkomst. Hè, ik kan niet zeggen goed tegen mensen die in slaap vallen. Hè, als ze, onder de samenkomst. Dus er zat een broeder die zat te slapen. Hè. Dus ik zeg tegen de buurman. Van, joh, word hem even wakker. En de afloop werd ik door de oudste op het matje geroepen. Zei, dat moet je nooit meer doen. Want die broeder die heeft vannacht een tweeling gekregen. Die heeft de hele nacht niet geslapen. En nou ja goed, ik kan er nog meer over vertellen. Ja, dus neem niet kwalijk dat ik die opmerking maak. Hè. Je mag rustig gapen. Nou ben ik de laatste tijd, heb ik al gezegd, ben ik er heel erg bij bepaald van het God zoeken, hoe belangrijk dat het is. En gelukkig heb ik genoeg gevonden dat ik tot nu toe, al 50 jaar ben ik zo bezig, ben ik nog nooit iets tekort gekomen. Maar ik merk toch dat er nog zoveel dingen nog te ontdekken zijn, ook van het leven met God, dat ik werd er afgelopen maand weer extra bij bepaald door een begrafenis. Het was namelijk zo, het was een begrafenis van iemand in België en die was getrouwd met een zuster die bij ons op de jeugdring zat vroeger. En door die begrafenis kwamen al die herinneringen weer boven aan die tijd. En die zuster, dat is een Nederlandse zuster, hè, die was tot bekering gekomen in een jeugdkamp waar ik de leiding van had. En die maakte deel uit van een gezin met nogal rouwdouwers, hè, in Aalsmeer, allemaal kwekers, hè, want dat zijn een beetje ruige mensen. En ze had ook een paar broers die op motorfietsen racen en zo, die deden aan motorrace en alles, echt van die macho types. En zij kwam tot bekering, ze kwam tot geloof. En dan ging ze s'avonds, had ze de gewoonte om dan na de afwas naar haar kamertje te gaan om te bidden en Bijbel te lezen. En, maar die jongens die snapten er niks van, hè, dat Ali, zo heette ze, dat hij iedere keer na de afwas naar boven ging. Wat doet dat kind nou toch daarboven? Dus een van de jongens zei, nou ik ga even kijken hoor. Dus die loopt ook naar boven en hij doet de slaapkamerdeur open. En dan ziet hij zijn zusje op haar knietjes voor haar bed met een open Bijbel. En hij moet zo vreselijk lachen, hij vond het zo belachelijk. Dat hij stormt naar beneden, nou ja goed, hij maakte haar belachelijk. Hè, van, ah, Ali is vroom geworden, ik weet niet precies wat hij zei natuurlijk. Dat vertelde ze later op de kring. En ze was zo verdrietig, hè, begon te huilen. En dat ze zo verkeerd begrepen werd. En dat er zo de spot werd gedreven met hetgeen wat ze had ontdekt. En toen, door haar tranen heen, keek ze toen in haar Bijbeltje. Het lag open. En het lag open bij Psalm 14. Dan moet je even, als je de Bijbel hebt, moet je even kijken. Psalm 14. Psalm 14. Psalm 14 en dan vers 2 lassen. He, door haar tranen heen lassen vers 2. Dan staat dit. De Heere ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één verstandig is. Eén die God zoekt. Dat lassen. De Heere ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één verstandig is, één die hem zoekt. Het was alsof ze de Heer tegen haar zei van, joh, dat ben jij. Nou, ik kan me nauwelijks voorstellen wat er door haar heen ging, hè, toen. Dat de eeuwige schepper van hemel en aarde, dat hij tot haar zei van, joh, hè, jij bent diegene over wie ik het hier heb. De Heere ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Die herinnering kwam weer bij me boven, bij die begrafenis, hè. En sinds die tijd ging ik me weer afvragen van, jongens, zoek ik God nou eigenlijk wel? He, ja, ik bid natuurlijk en ik leef echt toegewijd aan de Heer. Ik heb bij de EO gewerkt, ik heb altijd, als ik terugkijk, heb ik een heel zegenrijk leven gehad. Tot nu toe ook. He, samenkomsten en zo. En ik denk, ja, maar als ik bid, hè, kijk ik echt God wel aan? Hè? Zoek ik God nou eigenlijk wel? God zelf. En toen moest ik tot mijn schaamte bekennen dat het toch maar zelden was dat ik echt God zelf zocht. En daar ben ik weer mee begonnen om,
om God zelf te zoeken. Jongens, en dat gaat niet vanzelf, want ja, je bent zo gewend om ja, zo'n beetje uit routine te bidden en zo. En om dat los te laten en dan zeg nou, dan ga ik alleen maar, uw tegenwoordigheid wil ik zoeken. En ik heb gemerkt dat als je dat echt doet met je hele hart, dat God niet liever wil dan dat je hem, zijn tegenwoordigheid gaat ervaren. En dan beleef ik geen spectaculaire dingen, dat ik in de hemel geweldige visioenen krijg. Maar ik ervaar wel die vrede, dat ik me thuis voel bij hem. Dat er een vrede in mijn hart komt, hier. En dat ik dan heel makkelijk kan bidden, kan allerlei problemen die ik heb. Ja, we zitten in een situatie die ook niet zo simpel is. Ja, anderhalf jaar al ruim, langer nog dan dat. Elke dag word je ermee geconfronteerd. Ja, er komen dingen op je af. En jongens, we worden er helemaal bovenuit getild. Iedere keer dat we, ja, dat je toch door Gods aanwezigheid, dat je iedere keer merkt van, nee, ik voel me hier thuis. Niet omdat de situatie zo geweldig is, nee. Omdat je je thuis voelt in God. En dat geldt op alle plaatsen en alle tijden, dat als je dat hebt, die tegenwoordigheid van God, dan voel je je overal thuis. Waar hij je leidt, hè, dan word je ook door hem geleid. En dan merk je dat je boven de omstandigheden wordt uitgetild. Ik heb vaak toch de ervaring van, dit ben ik dan zo. En dat alle moeilijkheden zo groot zijn, zo. Dat drijf je van door verpletterd te worden, om zo te zeggen. En dan als je dan aan God denkt, hè, vooral als er iets verschrikkelijks gebeurt, wat we pas hebben meegemaakt weer, hè, dan, en je zoekt God, dan is net of God heel klein is zo, hier op een afstand. Hè, je God is te klein, is een titel van een boek. Hè, die God is niet zo klein, nee, jouw besef van God is zo klein. En dat komt omdat je constant geconfronteerd wordt met alle tijdelijke dingen die zich aan je opdringen. En soms zoek je die dingen ook nog. En kijk je expres nog naar allerlei dingen die je alleen maar in de, ja, eigenlijk in de put helpen. Maar is de bedoeling dat we zicht krijgen op God. En dan, ja, God die is zo groot. He, niet alleen dat we in God, maar nee, de problemen die zijn ook in God. Dat is allemaal, het gaat niet buiten God om namelijk. Nou, en dat ga je beleven als je hem zoekt. Dat Heere, dat wil ik beleven, ik wil u zoeken. En dan kan het wel even duren hoor. Ja, er staat ook in de psalmen van wacht op de Heere. Ja, en er zijn ook psalmen dat David het uitroept, Heere, waarom hebt u mij verlaten en zo. Ja, maar hij geeft het niet op, maar hij zoekt God. En elke keer beleeft hij dan weer zijn tegenwoordigheid. En dan kan hij de dingen aan, hè? Al die ellende die hij ervaart met Saul en zo. Hè? Hij is er glorieus doorheen gekomen. Hè? Dat was de vriend van God, omdat hij God zocht. Nou, ik was eigenlijk van plan vanavond om allerlei bijbelteksten uit psalmen te, want als je psalmen gaat lezen, dan kom je al die dingen tegen namelijk. Psalm 9 bijvoorbeeld, daar staat in vers 11. Of vers 10, daarom is de Heer een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op u wie uw naam kennen, want, en dan komt het, gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heere. He, je zult nooit van God verlaten worden wanneer je hem zoekt. He, dus je kan dat over je oren in de zorgen zitten, in de problemen die op je afkomen, maar neem dan de tijd, zeg Heer, dan het is net alsof je er niet onderuit kan komen. Zo'n zware deken is dat. Een zware donkere deken waar je onder ligt, om zo te zeggen. Maar als je God gaat zoeken, ja, God wil niets liever, maar dan moet je tijd voor nemen. En dan kom je er bovenuit. En op een gegeven moment ben je er bovenuit. En dan kijk je het vanuit een ander perspectief. Dan ga je de dingen zien zoals God ze ziet. En dan komt er vrede. En dan weet je, nou, de Heer die wijst mij een weg. Hè? Die baant mij een weg waar ik geen uitkomst zie. En dan zie je de dingen totaal anders. Nou, dat is je echte identiteit. Die moet je gaan zoeken in God. He, niet alleen maar virtueel, nee, echt. Dus dat je God echt zoekt met je hele hart en dan zul je hem vinden.
He, mijn ogen zijn bestendig op de Heere, want hij voert mijn voeten uit het net. Staat er ergens, hè? Dat staat in, ja, welke psalm is dat? Oh ja, psalm 25, vers 15. Mijn ogen zijn bestendig op de Heere, want hij voert mijn voeten uit het net. He, dus wat had je in die tijd? Had je rovers, hè? Die maakten valkuilen met netten. En als je daarin terecht kwam, nou, dan was je niet best af, want dan, hoe meer je ging proberen uit het net te komen, hoe meer dat je erin verstrikt raakte. En dan was je reddeloos, was je dan in handen van de rovers gevallen. En dan zegt David hier van, joh, kijk niet naar dat net. Ja, want als je naar dat net blijft kijken en je probeert eruit te komen, raak je hoe langer hoe meer verstrikt in het rotnet. Ja, maar laat je oog bestendig op mij zijn. En dan staat er van, mijn ogen zijn bestendig op de Heere, want hij voert mijn voeten uit het net. Dat is de enige manier om eruit te komen. En sommigen van jullie hebben het ook wel ervaren, denk ik. Nou, het enige wat nog overblijft is dat, hoe komt het nou dat we niet zoeken? Nou, het kan zijn dat je denkt dat je niet hoeft te zoeken, dat je alles al hebt. He, dat je hebt genoeg. Ja, je hebt een heel pakket met heilszekerheden. He, je hebt aan niets gebrek. He, je gelooft dat Jezus voor je zonde gestorven is. En je gelooft dat je naar de hemel gaat. En je gelooft dat God je ziet in Christus en dat je heilig bent. En nou ja, er zit niks tussen jou en God in. En God is alleen maar blij met je. Niemand ziet er wat van, maar God, in Gods oog ben je geweldig. En dan denk je, nou, dan zoek je niet meer, als je dat denkt. En dan moet je eens kijken wat Jezus dan zegt. Daar sluit ik mee af. In Openbaring. Openbaring, hè, dat een heel bekend stukje over de... Er zijn zeven brieven van Jezus in de Bijbel, hè. Die staan in Openbaring. Het zijn gedicteerde brieven van Jezus. En een van die brieven die is aan de Laodicea gemeente. En dan schrijft hij in vers 17 van hoofdstuk 3, Openbaring 3, vers 17. Omdat je zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb aan niks gebrek. En je weet niet dat je bent de ellendige, de jammerlijke en arme en blinde en naakte. He, dan denk je dat je alles hebt, maar als er echt een nood aan de man komt, dan merk je dat je helemaal niks hebt. He, je hebt alleen maar een virtuele zak vol met allerlei waarheden waar je in de praktijk niks aan hebt. En dan zegt Jezus van, ik raad je aan in vers 18 van mij te kopen, he, zonder prijs en zonder geld kun je kopen van Jezus. He, goud dat in het vuur gelouterd is, opdat je rijk moogt worden, dat je rijk mag worden in hem. En witte klederen, opdat je die aandoet en de schande van je naaktheid niet zichtbaar worden. En ogenzalf, om je oogleden te bestrijken, zodat je zien mag. Dat moet je allemaal uitleggen natuurlijk, van wat Jezus er nou precies mee bedoelt. Hè, maar het heeft alles te maken met, zoek, hè, vraag van mij de eeuwige waarde, de eeuwige schatten. Hè, in hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Hè, zoek die en word rijk, echt rijk in hem, in alles wat je in hem ontdekt. Hè, Paulus die was aan het eind van zijn leven, zocht hij nog met zijn hele hart, hè, ik jaag ernaar. Zegt hij. He, had hij zoveel dingen al beleefd en ervaren met Jezus. Maar hij zegt, jongens, ik voor mij acht nog niet dat ik alles gegrepen heb, maar ik jaag ernaar. Hij zegt, en neem een voorbeeld aan me. He, ga verder. En de ellende is dat als je dus zo bent, dat je rijk bent, dat je verrijkt hebt en dat je aan niks gebrek hebt, zegt Jezus in vers 15, ik weet je werken dat je nog koud zijt, nog heet. He, je bent geen boef, maar je bent ook geen heilige. Je zit er net tussenin. He, je wil niet helemaal heidens wezen, maar je wil ook een beetje mee profiteren van de dingen die ik dan zou kunnen geven. He, maar je heet van twee walletjes. He, was je maar koud of heet, ik heb liever dat je koud bent of heet. Zo dan, omdat je lauw bent en nog heet en nog koud, zal ik je uit mijn mond spuwen, zegt Jezus. Ja, dus dat zegt hij tegen ons als we denken dat we alles al hebben, dat we niet meer zoeken. Als we niet meer zoeken, is dat een van de hoofdoorzaken, omdat we denken dat we alles al hebben. En dat het met ons wel goed zit, ook al hebben we het niet allemaal even mooi bereidje, hè, maar God die ziet mij als volmaakt.
En dan maak je blij met een dode mus. En moet je eens kijken wat Jezus dan zegt aan het eind van het stuk. Ja, dus hij zegt van, ik spuug van je, zoals je nu bent. Maar dan zegt hij in vers 20, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. En dat is als je hem zoekt. En dan kun je zo ver heen zijn dat jij moet zeggen, van, jongens, zoals je nou bent, daar spuug ik van, ben kotsmisselijk van je. He, maar ik sta aan de deur en ik klop. He, vanavond misschien ook. Ik zeg het ook weer tegen mezelf. Want het schiet er heel gauw bij in hoor. Dat je hem zoekt of niet. En dan zegt hij, als je de deur opent, dan kom ik bij je binnen en dan zal ik maaltijd met je houden. Nou, dat is zoiets geweldigs. En dan samen met Jezus mag je dan in God geborgen zijn. En dan kun je dan elk moment van de dag en elk moment van de nacht kun je dan gebruik van maken. En het gaat niet vanzelf. Het is iets waar je voor kiezen moet. En waar je af en toe naar moet zoeken weer. Omdat je zo ingepakt bent door de dingen van de tijdelijke wereld om je heen. En dan duurt het even voordat je daar weer, dat je weer zicht krijgt op de werkelijkheid, op de eeuwige werkelijkheid. Ik wou het hier wel laten. Kun je hier wat mee? Of niet? Nee? Denk erover na, hè? Van, jong, ken ik God eigenlijk wel? En zoek ik nog naar meer van God? Ik kom in een gemeente en daar hebben ze ook alles, hè? Dat heel orthodox en alles is daar. Maar het is zo saai. En niet omdat er geen muziek wordt gemaakt, want dat gebeurt dan ook natuurlijk. Nou, als ze saai, dan moet je een beetje met toeters en bellen, maak je het wel interessant. Ja, maar dan zie je de ellende niet. Die er is, hè? Want er is, dat komt gewoon omdat die hebben alles, die zijn niet meer in beweging. Die zijn statisch, een statisch geloofsleven hebben die. Ja, maar het geloofsleven van iets wat leeft is dynamisch, dat is in beweging. En dan, als er een gemeente is met mensen die God zoeken, jongens, dat is zoiets geweldigs dat je daar binnenkomt, dan kom je Gods tegenwoordigheid, ga je binnen. Omdat mensen die zijn open voor wat God te geven heeft. Die anderen zijn allemaal. Ja, ze zijn tevreden met wat ze hebben. Nou ja, dan is het dood en dor. Je mag je wel wakker maken tijdens. Wat zeg je? Je mag je wel wakker maken tijdens. Ja, ik ben slecht van gehoor. Ik zeg, die mag je wel wakker maken. Ja, zeker. Ja, dat doe ik ook, want ik mag er regelmatig spreken. Dus we hebben het hier wel vaak over. Ja hoor, dat gaat goed in die gemeente hoor. De mensen worden wakker, gelukkig. Ja. Ja. Zullen we even stil zijn, dat iedereen voor zich, de Heer die wil zich openbaren, ook hier. Hè? Hij is niet ver van een ieder van ons, want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Je kent de Heer Jezus, je weet wat de Heer voor je gedaan heeft, dus als je hem lief hebt en je gelooft in hem, daarom houdt God van je, omdat je Jezus hebt aanvaard. Maar maak dan ook gebruik van om hem echt te leren kennen en persoonlijk met hem om te gaan.